We gaan een vis bakken, maar dan een filet van een vis, wat eigenlijk tegenwoordig. Je kunt natuurlijk een hele, maar dit is een zeebaas. Prachtig trouwens, het is geen wilde zeebaas, het is een kweekzeebaas. Maar wel echt dikke filet. Twee filets uit een zijde, dus vier uit een vis. 180, 190 gram is wel een royaal portie. Ik denk wel, het is misschien wel even leuk om te laten zien hoe je zo'n vis bakt. Het belangrijkste natuurlijk dat je huid krokant wordt. Het is gewoon de zonnebloemolie. Dus je begint gewoon op de huidkant, dus niet op de vleeskant. En dat is wel grappig. Eigenlijk, je laat die pan heel rustig even warm worden. Thuis hebben we pit. Niet voluit, dus je moet laat die vis, je zou hem in kunnen snijden, die huid. Maar bij deze, hij zakt zo meteen weg en dan komt hij goed. En laat hem maar gewoon rustig gaan. En eigenlijk bak je maar één kant, bak je hem helemaal krokant en dan draai je die vis straks om. En dan heel kort doe je dan nog eventjes de andere kant. Met zo'n zeebaas, ik vind wel als je hem gebakken eet dat hij gaar moet zijn, maar hij moet niet overgaar zijn. Kabeljauw kun je zelfs nog wel voor 20% rauw eten. Maar de zeebaas vind ik zelf altijd wel prettig als hij voor gaar is. Helemaal als je een hele vis hebt, anders krijg je niet eens van de graat af. Hè. Dan word je gek. In het zuiden van Europa zijn er al heel veel, maar deze zijn de eerste chefs. Eerst chefs uit Nederland komen nu al. Dat is wel leuk. Dat past natuurlijk wel heel goed bij elkaar. Zeebaas en paddenstoelen. Het onderkantje snijden we gewoon even af. Een beetje klein beetje bijsnijden. Moet je ze borstelen om het zand eruit te krijgen. En dan zeggen ze altijd niet wassen. En waar ik deze van heb gekregen, die zegt juist. Hij zegt wassen, maar gewoon. In het bos regent het ook als een gek. Dus ik was eventjes. Gewoon koud water. Oh, mooi. Ik vind dat wel leuk dat je hem ook niet te fijn snijdt. Paddenstoelen bakken we ook in olie. Een beetje warm laten worden. Nou, dit is niks anders dan een visbouillon. Je hebt visbouillon, laat je een beetje inkoken. Doe je slagroom bij en verven of verbenen aan een citrusachtige. Het is gewoon een basissaus. En die doe ik eigenlijk normaal bij de artisjokken, maar die past natuurlijk heel goed bij een vis ook. Bouillon, slagroom. Je smaakstof, dus je zou ook bijvoorbeeld safraan erbij kunnen doen. Of dille. En dan monteer je op met boter. Gewoon alleen maar boter erbij, staafmixen. Ja, nu gaat hij goed, hè? Tikkie verder nog. Wat je nou doet zo meteen, dan draai je hem om. Zeker hier neer kunnen zetten. Dat gaat vanzelf wel door, hè? Dan wordt hij heel rustig gaar. Wij doen dat hier eigenlijk met elke vis, doen we dat. Boter. Arroseren heet dat officieel. Ik vind een vis die in de boter ook toch het lekkerst. Een gepocheerde vis vind ik eigenlijk een beetje flauw, hè? Weinig smaak aan. Eigenlijk is hij nu al klaar. Laat maar gewoon rusten. Net zoals het vlees laat rusten, laat je dit ook rusten. Ik had stiekem even wat boter erbij gegooid, bij die paddenstoelen. Paddenstoelen kun je rauw, chefs kun je rauw eten. Die hoeven niet eens gaar. Dit is knoflook. Doorgedraaide knoflook. Peper. Dus ik zou hier nog wat peterselie bij kunnen doen, hè? Platte peterselie. Dat doe ik nu even niet, omdat ik ga nog spinazie bakken voor bij die vis. En dat vind ik eigenlijk zonde als die hier dan ook weer peterselie op zit, wordt zo rommelig. En zo'n vis heeft zout nodig en peper. Ik zal er geen knoflook op doen, maar dit is bij een vis wel lekker. De gember. Klein beetje gemberolie. Je zou natuurlijk ook kappertjes erbij kunnen doen of citroen. Opletten. De kleur van het bord is natuurlijk groen, dus wilde spinazie. De spinazie heeft geen zout nodig, maar wel een beetje knoflook. Kort bakken. Tegenwoordig pluk bijna die spinazie niet meer. Ik laat die stengels er gewoon aan. Dat zie je bij de Chinezen ook altijd. Puur bouillon, room, vervenen. Kan ook dille doen, boter. We hebben vandaag een zeebaas. Het is gewoon kweekzeebaas. Een mooie dikke zeebaas met spinazie, doppetjes, een saus van verveine. En we kregen de eerste chefs binnen. Dat is fantastisch.